Als kinderen hebben wij natuurlijk recht in Nederland. Ja, we kunnen doen en laten wat we willen. We worden beschermd en we krijgen eten. Ja, dat is wel leuk en aardig allemaal. Maar hoe ging het de kinderen in de Tweede Wereldoorlog? Nou, daarvoor hebben wij iemand uitgenodigd. Hij heet Sra Teunissen. Hij is nu 82 jaar. Toen de oorlog was, was hij net zo oud als ons. Kijk maar mee. Goedemorgen allemaal. Ik ben Sra Teunissen. Ik ben nu op dit moment 83 jaar. Op de Abelestraat hier in Beegde. Daar ben ik geboren. En daar heb ik de grootste tijd van de oorlog meegemaakt. En dat huis staat er nu nog steeds. Hoe is het dat je de oorlog mee hebt gemaakt? Een tragische ervaring. Beter kan ik het eigenlijk niet uitdrukken. Ik kan me nog herinneren, 1940, toen de Duitsers Nederland binnenvielen. De eerste militairen op die motors, heel bang, links en rechts kijkend of ze gevaar liepen. Maar Nederland was niet goed in het verdedigen toen der tijd. En wel gauw onder de voet gelopen. Toen eenmaal bezetting in feit was, kregen we dus in het jaar 1942, we hadden toen, ik geloof dat ik op de tweede of derde klas zat, gewoon normaal schuins leren schrijven op school. Goedemorgen jongens en meisjes, het eerste woord voor jullie is luisteren. En één keer kregen we bevel van de Duitsers, de onderwijzers, die moesten ons rechtop leren schrijven. Nein, nein! En dat was een hele omschakeling, van schuin schrijven naar rechtsop schrijven. Daarna kwam dus 8 oktober 1944 de grote razzia. Ik zat toen met mijn moeder samen in de kerk. Tijdens de heilige mis was er een meisje uit Beegde die voelde zich niet lekker. Toen ze naast de boerderij kwam, waar wij wonen, 100 meter van de kerk vandaan, zegt ze tegen mijn vader, daar staan Duitsers aan de kerk, wat zouden die moeten? Dacht mijn vader, dat loopt mis. Zouden die misschien mensen uit de kerk, onderduikers die misschien nog in de kerk zijn, mee willen nemen? Hij is onder door de tuinen, tussen de boksplanten en de meis door. En daar is hij via in de takken van die boom, kon hij op die hoge muur klimmen. En toen hij daar zijn hoofd boven die muur uitstak, stond daar bij de sacristiedeur een Duitse soldaat. Hij liet zich onmiddellijk naar beneden vallen en weer naar huis gelopen. Maar toen wij, moeder en ik, nog in de kerk zaten, hoorden wij daar dat iedereen tussen 16 en 60 jaar mee moest naar Duitsland om daar te gaan werken. Wij thuisgekomen, mijn vader gewaarschuwd van, ga je gauw verstoppen en anders moet je mee. Hij is dus toen in de schuur gedoken en heeft zich in een oude dorsmachine verstopt. En zo is hij dus niet meegegaan naar Duitsland, maar is thuis kunnen blijven. Maar tijdens zijn verblijf onder het stro in die schuur werd op een gegeven moment midden in de nacht de schuurpoort geopend. Er komt een paard met kar, wordt op de schuur neergezet en iemand ging boven hem liggen slapen. Mijn vader was licht verkouden, hij had een kriebelhoest. Hij moest hoesten, maar hij durfde niet te hoesten, want die vent boven hem die mocht dat niet kunnen horen. Hij heeft toen ontzettend veel angst uitgestaan hoe hij dat moest oplossen om zich stil te houden. 'S morgens, toen wij opstonden en die man ontdekte met een paardenkar, bleek het een boer te zijn uit Roermond die een ombrok van de Duitsers munitie naar Panel had moeten brengen. Dus dat had helemaal niet bang hoeven te zijn, want die man die was geen Duitser. In deze tijd, met de huidige aanslagen rondom ons heen, is het heel moeilijk om iets conclusie te zeggen, zo moet het in de toekomst gaan gebeuren, want je bent tegenwoordig nergens meer zeker van. En hoop deze herinneringen van toen in gedachten
dan weet je hoe het niet moet. Zoals je hebt gezien, zijn kinderrechten niet vanzelfsprekend. Laten we er samen voor zorgen dat het altijd goed blijft gaan.